Ik ben Ak Reinders en ik heb lang als sopraan gefunctioneerd. En nadat ik dacht, nou die hoge noten niet meer perfect zijn, zal ik niet meer zingen. Toen was ik al over de 50. Toen ben ik gaan nadenken over wat zingen eigenlijk is. Wat heb ik al die tijd gedaan? En ik ben informatie gaan halen bij iedereen die mij wat wist te vertellen. En daar is een eerste boek uit ontstaan. De Atlas van de Zangkunst. Dat is er nog steeds. Wat is die Atlas van de Zangkunst precies? Dat is nadenken van mij van wat heb ik gedaan? Wat doe ik in mijn keel? Wat doe ik in mijn mond? En tenslotte de historie van de zangkunst. En ik heb met hulp van diverse geleerden, ik denk aan een aantal keelartsen, professor Schutte en dokter Kersing, dokter Waar, die helaas overleden is, heb ik langzamerhand voldoende materie bij elkaar geveegd om het op te schrijven in een leesbare versie. Nu, in de laatste druk, de vijfde druk van die atlas, heb ik een nieuw voorwoord mogen maken, waardoor een beetje duidelijk geworden is wat ik eigenlijk gedaan heb in dat boek. En ik ben blij, het wordt nog steeds gebruikt. Het is een geschiedenis en een praktisch boek voor de klassieke zangkunst.